We zijn zeg maar in meerdere stadions al bezig geweest, zeg maar. Ook bij Feyenoord en bij ADO Den Haag. En het doel is eigenlijk om zoveel mogelijk geld op te halen voor de maatschappelijke afdeling van de voetbalclub. Straks gaan ze natuurlijk op die middenstip staan. Ik verwacht ook dat ze allemaal om hun heen kijken van hey, wat gebeurt er allemaal. En dat wil je ze gewoon meegeven. Dus het is ook gewoon helemaal geen wedstrijd. Het is een funrun. Ze gaan ook gewoon over de trainingsvelden en langs de oudheden van de kleedkamers en zo. Ja, dat is hartstikke mooi. Dus ze kunnen alles zien. Ga je echt om te winnen of is het gewoon echt inderdaad gewoon voor de fun, zeg maar? Om te winnen. Echt waar? Ja. En jij? Ik ga voor de fun. En jij? Ik ga gewoon om te winnen. 2-1. Alle activiteiten op scholen, hier op de club, in de wijken. Het is erg belangrijk om die kinderen bepaalde dingen bij te brengen. Misschien kleine adviesjes te voorzien en toch lekker in beweging te houden. Luigi Bruinsen van deze wereld, die zullen meer invloed hebben dan jij en ik. En daarom heel mooi dat zo kan. Het moet echt ook groeien. Hè, dat merk je met alles. Ook de marathon bij wijze van spreken. Niet dat we daar ons mee vergelijken. Maar hè, in het begin heb je ook minder deelnemers. We zullen vandaag 500 kinderen en businessrunners en 5 kilometers lopers hebben. Ja, we hopen volgend jaar dan weer 2 keer zoveel te hebben. Hey, deze loop, hoe zwaar was het? Of was het helemaal niet zwaar voor je? Dat is wel zwaar, ja. Ja, het gras is wel heel zwaar. Maar wel leuk om mee gedaan te hebben.